vanavond. Nog steeds luistert u naar Radio Oranje. Hoe kan het ook anders, hè? De enige echte. 100% de gezelligste. Met DJ Monkey live vanuit de Bacardi Café. Kom erbij, luister mee. Zo, dat is gebeurd. Monkey moest in mijn fruitvliegje uit de Bacardi halen. En die is nu weg. Proost allemaal. En luister mee naar de volgende bezoekronde. Eerst van de plaats vandaag van onze Lady Marianne. Nou, die komt ook eindelijk een keer onder de douche weg, hoor. Marianne, als jij onder de douche gaat en ik zet een plaatje in van Corrie Konings, neem je tijd. Dat betekent niet 3,5 uur onder de douche staan, hè? Dat kan niet. Ik weet niet wat je allemaal mee hebt genomen onder de douche. Maar dat kan veel korter in de volgende keer. Mooie toppen uit de bent. Luister maar mee, hè. Maar eerst graag een mooi plaatje, Monkey, van Djonga Bachna. Dat ene moment. Voor alles en iedereen die meeluistert. Niemand uitgezonderd. Allemaal met de groetjes en de kusjes van onze Lady Marianne. En die heeft alles weer geschoord natuurlijk onder de douche. Heel Breda, riolering weer verstopt. Plaatje ligt erop, topper. Janko wachten, dat ene moment. Knal de volumeknoppen los door. En zing hem lekker mee. Proost aan die kant. En mensen, het volgende plaat vandaag van onze Michel. Ondertussen natuurlijk ook topluisteraar van Radio Oranje. Michel blijft erbij, luister mee. Michel die zegt, Monkey, proost. Nou, proost ook terug aan die kant. Graag een mooi plaatje van Honey en de Rekels. En een prachtig plaatje, Je Laat Me Leven. Je mag de lucht in voor alle luisteraars. Iedereen die gezellig meer luistert. En iedereen die ik vergeten ben. Met de groetjes van Michel natuurlijk. Mijn plaatje ligt er natuurlijk op, Michel. Luister maar mee aan die kant. Hop op. Monkey drop. Luister. Luister. En drink maar mee. Met Monkey vanuit het Bacardi Café. Onze Huubke. Ook nog steeds paraat. Helemaal lekker in de bijstand aan die kant. Huubke die vraagt een mooi plaatje van Koos. Is dat beter bekend? Koos. Koos in Ookje natuurlijk. Als jullie meer luisteren, een bijzonder goede avond aan die kant. Het volgende plaatje wordt aangebonden onze Huubke. Hij gaat de lucht in speciaal voor jullie. Ik heb er mooi bij gezegd, Koos Albers. Who else? Vanuit de rolstoel. Met een prachtig liedje. Als het nacht wordt in de stad. En die kant gaan we op. Wat ben je dan nacht? Met Monkey Live op de radio. Nou, mensen, natuurlijk op de plaat dan, hè? Geen genoeg met de praatjes. En over naar de mooie plaatjes. Marian, luister maar mee. Hop op, Monkey drop, die drop. De dag dat ik jou zag en jij naar me keek, dat ene moment had ik nooit gekend. Ik wist niet dat het bestond. Me warm. Het liet me niet gaan. Ik ging naast je.
te wachten. Misschien dat je komt. Dat ene moment dat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat ik jou nog één keer ontmoet. Als ik je nodig heb.
in de echo van je lach. Waarom kon onze liefde niet lang duren? Niemand had het ooit van ons verwacht. Ik ben nog steeds aan het vluchten voor de waarheid. En s'avonds als de zon verdwijnt, dan speel ik de clown bij mijn vrienden. Maar het is enkel schijn. Als het de nacht wordt in de stad, doe ik een masker op. Even een rondje aan de bar en vertel hem op. Als het nacht wordt in de stad, voel ik toch de pijn. Het was allemaal te mooi om waar te zijn. Nee, hij wilde niets meer van me weten. De kinderen zie ik eenmaal in de maag. Je doet je best om mij snel te vergeten. Waar is het toch bij ons verkeerd gegaan? Steeds moet ik weer denken aan die dagen die ik met jou heb doorgebracht. En s'avonds als de nacht over de stad valt, dan doe net of ik lach. Als het de nacht wordt in de stad, doe ik een masker op. Even rondje aan de bar en vertel hem op. Als het de nacht wordt in de stad, voel ik toch de pijn. Het was allemaal te mooi om waar te zijn. Als het een nacht wordt in de stad, doe ik een masker op. Even een rondje aan de bar en vertel hem op. Als het een nacht wordt in de stad, voel ik toch de pijn. Het was allemaal te mooi om waar te zijn. Nou, Marie en Teus. Marie. Lach niet. Een hele serieuze foto van Monkey, hè. Mensen, goedenavond. Dit is hem. Radio Oranje met Monkey live achter de mic. Rechtstreeks vanuit het Bacardi Café. Mensen, ik kan dat nu aanwinden. Stuur je eigenlijk een foto op. Je nou hier een beetje gezellig doen, dit en dat. Hier een foto van Monkey. Hij wordt vierkant uitgelachen, hè. Dan mag je thuis. En de hele bende van de Lendendorp op de achtergrond natuurlijk ook nog. Ja, dat maakt niks uit. Lach maar lekker. Kom erbij en luister mee. Mag je thuis, een bijzonder goedenavond. En dat geldt natuurlijk ook voor de kindjes. En de kleinkindjes. Hoi Monkey. Draai maar een mooi plaatje, de Engelbewaarder. Maar die van Björn Littjes heb ik niet. Ik heb hem wel natuurlijk van onze Mieke. En wil je deze dan draaien? Samen met de plaatje van Feyenoord. Laat ik het goed begrijpen allemaal. Voor jezelf natuurlijk, Monkey. En onze dochter Carola. En schoonzoon Dirk. Wat als jij net als jij. Oh, een dikke vette kakkerlak. Met de groetjes en de knuffels van Marie Teus. Dan heb ik het toch goed begrepen, hè. Nou, super Feyenoord ligt erop. Voor de kids aan die kant. Voor Carola en Dirk, luister maar mee. Die komt natuurlijk als eerste. Dan laat Marie maar even lekker wachten. Daarna komt Mieke met de Engelbewaarder.
Ja, Lady Marian, ik zie jouw verzoekje binnenkomen. Mieke, met de engel bewaarde. En ik denk dat je toch iemand anders moet bedenken. Maar die komt er zo aan, hè. Alleen hier, bij Radio Oranje. Luister maar mee. Rotterdam Hooligans. Fuckie S forever. Monkey kan erover mee praten. Dat is een echte fuck S hooligan. Geloof je nu maar. Vanaf de jaren 90 al. SCF. Forever. En als ze scoren, dan laten we ons zorgen. Duizenden strepen, duizenden bomen, ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd, daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen om bij te denken. Flitsende lampen, de motor die draait, toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als hij zachtjes tegen je praat.
zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. 1 kilometer, dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. De waarde die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is ook je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als hij zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als die zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook. Zo'n engelbewaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien. Mensen, luisteraars en amateurs, piraten, dit is een DJ Monkey Live. Dat allemaal voor Radio Oranje, vanuit het Bacardi Café. Luister mee. Michel, wilt rusten? Dankjewel voor vanavond. We spreken elkaar zondagochtend weer, hè? Je weet ja waar. Luister, we gaan door met de volgende bezoekjes. Onze Lady Marian. Nog steeds in de bijstand aan die kant. Haha. Onze topper eerste klasse. Die doet de groetjes aan Marian thuis. Aan Kees en Johanna. Van Koos en Ookje. Van Lola, Solange. En voor onze Huubke. Hij dat een verzeker verdient. Maar ook voor jou, Monkey. Dankjewel, fucking top eerste klas dat je bent. Een dikke kus op je voorhoofd, hè, vanaf deze kant. Nou, je vraagt een plaatje aan Mikkel, hè, de engelbewaarder. Die is net voorbij gekomen. Ik zei het al. Maar ik heb er toch een toepasselijk plaatje bij gezocht. Een plaatje wat ik, ja, van hoop dat je me waardeert.
je voet er wel aankomt, denk ik. Judy Boucher. Luister maar mee. Can't be with you tonight. Ja, lieve schat, die plaat ligt erop. Speciaal voor jou. Gaat de lucht in ook voor alle luisteraars. Niemand uitgezonderd. Met de groetjes van onze lieve Marianne. Nou, zo lieverd. Zet de volumeknop maar helemaal los door. Ja, luister gezellig mee. En daar is die onze Huubke. Hartstikke idee. Want die heeft net een verzoekje gedaan voor Koos. Ja, ja. En Huubke vergeet niemand. Dat betekent... Het volgende bezoekje. Dat gaat de lucht in voor ons. Ja, ookje! Nou, Koos en ookje, bijzonder goedenavond aan die kant. Het volgende plaatje gaat nog voor jullie de lucht in. Maar het bijzonder voor ookje. Ja, ja, net voor Koos. Dus nu voor ookje. Huubke die zegt, graag een mooi vrolijk plaatje erbij. En dat is gelukt. Wat naar Judy Boucher. Ska komt nu over naar de jongens van UB40. Ja, ja. UB40. Wie kent ze niet? Maybe Tomorrow. Op de Amazing Tour. Geen gouden hoer. Gezelligheid krijgt geen tijd. Ja mensen, lieve luisteraars. Voor je goede bezoek, je digitale reactie. Of je muzikale wensje. Of wat je maar kwijt wilt. www.radioranje.nl. Zoek ze maar op. Vraag ze aan. En wij draaien ze wel. Of via de app natuurlijk. Je krijgt altijd reactie terug van die gekke DJ Monkey. Maar dat kan ook een hele rare reactie weer. Dus kijk niet gek op, hè. Want Monkey die bloot en Monkey die zuipt. Maar je krijgt altijd een reactie terug. Het is altijd echt. Want je kunt alles zeggen van Monkey. Maar echt, dat is ze. 100%. En misschien wel 101%. Huubke, jouw plaatje komt eraan. Luister maar gezellig mee. Oh. Mensen, pak de zakdoekjes er maar bij. Dit is Judy Boucher. Aangeboden door onze eigen lady Marianne. Luister maar mee. Hop, hop. Monkey erop. Titom. If my love wasn't here with me tonight, I would leave with you for just a little while. The chains cause it won't
The ones from Dublin. You too. Een prachtig plaatje in a little while. Een van Monkey's favorieten, hè? En Monkey is de 14 keer geweest live. Door heel Europa heen. In a little while, surely you'll be mine. In a little while, I'll be there. In a little while. If I come crawling home, will you be there? Sing with me. In a little while, I won't be blown by every breeze, flying and running. Sunday on my knees. That girl, she's mine. Well, I've known her since she was a little girl with Spanish eyes. Oh, when I saw her in a pram, they pushed her by. Been a little while. Slow down my beating heart. Man dreams one day to fly. A man takes a rock into the skies, lives on a star, it's dying in the night, and follows in the trail, the scatter of light, turn me on, you turn me on. Slow down my beating heart.
zeg maar niets meer. Ik ga wel weg als je dat wil. Zeg maar niets meer. Laat me gaan, wees me stil. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was een man, niet van mij. Luisteraars, goedenavond. U bedacht stemmen voor Radio Oranje. En DJ Monkey achter de mic. Hoe else? Ik heb allemaal live vanuit de studio. Vanuit de Bacardi Café. Ja, ja. Luister maar mee. Eerst vond een plaat vanaf van onze Huubke. En wat is hij weer lekker bezig, hè? Hij vergeet toch helemaal niemand. En nu vraagt hij weer een plaatje voor alle luisteraars. En niemand uitgezonderd. Met de groetjes van Huubke. En Huubke namens alle luisteraars. Maar ook namens heel Team Oranje. Dikke vette groetjes terug. En een dikke knuffel. En proost aan die kant. Ik hoop dat ik de luisteraars een plezier kan doen met Jetje. Ja, Jetje, wat blijft dat toch een bijzonder mooi plaatje. Een brief van Ompie Courier. Huubke, ik hoop dat die er goed voor is. Het zet allemaal lekker hard aan die kant. Proost, luister en drink mee. Met DJ Monkey vanuit het Bacardi Café. Dit is hem. En dat blijft hem. Hop op, monkey drop, tidam! Oh mensen, wat mooi! De old school piraat net. Zeg Ompie Courier.
Deze klasse. Oldschool Enschede. Boniem. By the Rivers of Babylon. Schenk je glaasje maar in. En steek je jointje maar op. Dat doet Monkey ook. En luister mee. Proost. Rivers of Bye.
Eterpiraat. Eterpiraat. Draai toch je plaatjes voor mij. Eterpiraat. Eterpiraat. Hou hem in de lucht en voel je vrij. Kom op dan! Steeds vol spanning leef je daar. Soms wordt te druk, je veel te zwaar. Het is een hobby, het is een sport. Je houdt het jaren vol of misschien maar heel kort. Draai toch je plaatjes voor mij. Eterpiraat. Eterpiraat. Hou hem in de lucht en voel je vrij. Jullie piraten zijn met velen. Wat kan die spanning jullie schelen? Voel je als een vogel in de lucht. Morgen is misschien je laatste vlucht. Eterpiraat. Eterpiraat. Draai toch je plaatjes voor mij. En dat doet Monkey. Eterpiraat. Eterpiraat. Hou hem in de lucht en voel je vrij. Ik hou hem altijd in de lucht. Op de FM onder 2 meter band. Duizenden piraten hoor je in het land. Hollandse liedjes blijven altijd bestaan. Met Monkey en de Band. Nee, we laten je van Nick het land niet graag gaan. Eterpiraat. Eterpiraat. Monkey in de lucht. Justitie op de vlucht. Draai toch je plaatjes voor mij. Eterpiraat. Hou hem in de lucht en voel je vrij. Hou hem in de lucht en voel je vrij. Wat ze van Anton ook dachten of zijn. Hij was geen sukkel, geen verstand, niet klein. Zo stonden hem de handen te goed voor aan het lief. Zijn grootste gebrek was, hij zat zonder wief. Ook van vreden had hem toch geen benauw. In de buurt van vrouwen. Vrolen in de straat, toen ze eindelijk schikken in de lot. En dan die ze zelf met de broek in de straat. Een keer van 40 kreeg geen vrouwen meer. Die kon wel janken zien, had het zeer. Geen pot zo scheef of een dekkel die wel vast. Of de Anton stond er al vast. Kop op Anton, wacht op uw kans. De moed niet verliezen. Ik kreeg wel jou.
op een middag met gruwelijk slecht weer. Het lucht weer het donderen, het ging tekeer. In instrumenteren die hem in de gang. Mag ik nu schuilen, want ik ben zo bang. Zie was de dekkel dat hij overgeet. De Anton die niet meer alleen is dit. Kom op! Ook voor Anton stond daar al vast. Kom op Anton, wacht op een kans. Je moet niet verliezen. Ik kreeg een kans. Voor Anton stond daar al vast. Kom op Anton, wacht op een kans. Je moet niet verliezen. Ik kreeg wel kans. Hey, je moet niet verliezen. Ik kreeg wel kans. Luisteraars, goedenavond. U luistert naar Radio Oranje.
Met DJ Monkey achter de mic. Rechtstreeks van het Bacardi Café. Ja, luister maar mee. We gaan op het volgende bezoekje. En ik kom van onze Huubke. Huubke, goedenavond. Ik zeg een mooi plaatje, speciaal voor DJ Monkey. En we draaien wel lekker. En Huubke, dankjewel. Van een topluisteraar als jou, dan wordt dat bijzonder gewaardeerd. Geloof nog maar. Dankjewel, mijn jongen. Drink er eentje op, Monkey. En ik drink met je mee. Hartstikke idee. 100%. Natuurlijk ligt een toepasselijk plaatje op. Dat komt bij jullie uit de buurt daar. Een klein, heel onbekend bandje. Genaamd Doe Maar. Kennen jullie dat? Een bandje Doe Maar. Nou, ik ken hem wel. Wat was ik er vroeger een fan van? Ho, ho. Met een prachtig plaatje. Alles doet het nog. En dat geldt natuurlijk voor DJ Monkey. Voor Radio Oranje. Voor alle luisteraars van ons. En luister maar zelf mee. Mensen, natuurlijk bent u afgestemd op Radio Oranje. Live vanuit het Bacardi Café. Met DJ Monkey. Hartstikke idee. Op de valreep nog een verzoekje binnen van onze Lady Marianne. En die nemen we gewoon in mee. We gooien de tune er gewoon nog een keer in, omdat hij zo mooi is. Maar ook speciaal voor onze Lady. Maar die laat ik niet wachten, hè. Nee, haar niet. Never nooit niet. Lede Marian, goedenavond daar. Toppie dat Monkey erop staat aan die kant. Zoals altijd eigenlijk, hè. Voor een ieder op de luistertour. Alle luisteraars natuurlijk. Alle piraten. Niemand wordt gezonderd. Met de groetjes van onze Lede Marian. Graag een plek van Gerard Schoonebeek. De lafaard van de stad. Nou, ik hoop niet dat het mij slaat, hè. Dat zal ook wat niet. Hij ligt er natuurlijk op. Toppetje luister mee aan die kant. Mensen, voor je goed op zoek. U kent de weg. www.radioranje.nl. Zoek ze maar op. Vraag ze maar aan. Monkey draait ze wel. Of via de app natuurlijk. Dat is allemaal via het welbekende nummer 06. 1588. 4987. Oftewel sneltoets 1. Ja. Mensen, dit is hem. En dat blijft hem. Monkey Life. Vanuit de Bacardi Café. Luister en drink maar mee. Hartstikke idee. Hop op. Fucking monkey drop. Sorry mama. Maar je slaapt toch al lang. Old wief. Los ik maar niet aan, hè. Titom. Op de plaat, bra. Oh, wat is de wereld veranderd? Brutaliteit is een deugd. Vol van onszelf.
we zoeken in gaten en hoeken naar de eeuwige jeugd. Mijn opa weigert te sterven, zegt ik ben nog niet aan mijn toppa. En oma hangt in de ringen, doet onveilige dingen en ze houdt nooit op. Well, I really close. No one really knows. Till someone's there to show the way to lasting
iedereen die zag hem als de lafaard van de stad. Nog nooit had hij hun laten zien dat hij geen lafaard was. Zijn moeder noemde hem Tommy, maar de mensen zeiden groentje. Maar ik wist haast wel zeker dat Tommy anders was. Toen hij 10 jaar oud was, stierf zijn vader in de cel. Ik zorgde toen voor Tommy, mijn broer zijn enig kind. Nog steeds hoor ik de laatste woorden die hij sprak tot Tommy. Zo mijn leven stopt, terwijl het jouwe nu